Hoi allen, ik ben Tim en in deze video bespreek ik de hints en theorieën uit aflevering 4. We bespreken onder andere teksten op het doolhof die de mol kunnen aanduiden, de band die lek gaat in de tweede opdracht en verraadt de Wie is de Mol podcast de volgende afvaller. Laten we beginnen bij opdracht 1, padvinders. De opdracht begon met een hele gekke actie van Jurre. Hij zorgt ervoor dat hij een eigen positie aan zichzelf geeft door als derde te gaan. Een ideale actie als mol, want je kan zo vroeg als het mogelijk is, kan je naar binnen. Om eventueel posters weg te halen, te verscheuren of gewoon stiekem niet geldig te laten zijn. Moeten we het dan zo doen? 1, 2... Ja, en dan ga ik bijvoorbeeld 3, 4, 5, 6, 7. Na de verdeling volgde de start van de opdracht en ging Daniel als eerst naar binnen. Hij deed zich, als potentieel mol zijnde, heel fanatiek voor door 2 knoppen in te drukken. Verder werd hij daarna afgemaakt door een verdediger en zette hij misschien, als hij de mol is, de portofoon uit. Dit kan Nabil natuurlijk net zo goed hebben gedaan, maar het zijn toch erg verdachte acties om even te benoemen. Richting Daniel. En ik snap niet waar het vandaan komt, maar wat bleek nou? Mijn walkie-talkie stond uit, dus ik dacht, hè? En in deze opdracht haalde Ranomi ook nog eens een goede anti-mol-actie uit door €300 naar buiten te brengen. Hierdoor vind ik Ranomi steeds minder verdacht worden. Verder was er bij deze opdracht ook nog iets heel geks in de montage te zien. Het leek namelijk steeds in het doolhof erg te glitchen. Als het beeld in het doolhof kwam, leek het heel erg een soort van te glitchen. Dit kan je natuurlijk leiden naar onze grote vriend, de hacker Daniel. Maar aan de andere kant, het kan natuurlijk ook een beetje bij de layout van de opdracht horen. Dat ze het expres zo hebben gemaakt. Dan zijn er ook gekke teksten te lezen in het doolhof. Je ziet bijvoorbeeld jaartallen staan, zoals 2011. Maar er staat ook een tekst met de keur. Die zie je heel veel verschijnen. En dat heeft te maken met waterschappen. Is te lezen als je dat opzoekt op onze grote vriend Google. En dat kan dan te maken hebben met Ranomi, die natuurlijk Olympisch zwemster is. Weglopen was de afleveringstitel en Soy die loopt weg van een verdediger en het doolhof zonder geld meegenomen te hebben. En dat is een verdachte actie naar Soy. Ik ben uit het spel gelopen, jongens. Heb je wel geld? Niet gepakt. Ik ben niet gepakt, maar helaas geen geld in mijn handen. Abonneer snel om op de hoogte te blijven van alle wekelijkse Wie is de Mol hints en theorievideo's. In opdracht 2 benoemt Rick een zwembad met daarin heel erg, maar dan ook echt heel erg veel badeendjes. En badeendjes kunnen natuurlijk weer heel erg goed leiden naar Ranomi. Zeker met in ons hoofd bijhouden dat er een zwembad was waar de badeendjes in lagen. Dan de opdrachttitel, dat was Op eenzame hoogte. Nou ja, eend. Dan zijn er heel veel dingetjes die ermee te maken kunnen hebben. Het kan bijvoorbeeld leiden naar iemand die in het groepje met de grote eend zat. Ja, eend. Same hoogte, dus eend. Of het kan ook slaan op Daniel die in zijn eentje in een vliegtuig in de hoogte moet zitten. Hij zit op eenzame hoogte. Daar kan ik nog iets aan koppelen en dat is de tussen haakjes de D. Dat kan je natuurlijk leiden ook naar Daniel. En tevens kan de afleveringstitel Weglopen ook nog op Daniel slaan, want hij loopt weg, of nou ja, hij vliegt weg van Aniek vandaan. Ook gaat natuurlijk de band lek van de grote badeend, maar ik denk niet dat de mol dit zou doen, aangezien de mol juist zo snel als het kan boven op de berg wilde zijn, zodat het vraagteken envelopje geopend kon worden, waardoor er dus uiteindelijk ook geen geld kon worden verdiend. En hierin viel Jurre mij heel erg op. Hij zegt namelijk dat ze beter zo snel mogelijk kunnen doorlopen. En door, door, door. En hij is degene die als een van de eerste opmerkt dat er een vliegtuigje vliegt in de lucht. Hij kijkt ernaar, maar doet er voor de rest niks mee. Als je als mol ziet dat de rest ook niet merkt dat er een vliegtuig is, dan ga je er natuurlijk niet naar kijken en dan ga je gewoon lekker doorlopen. Daarnaast viel Soy ook heel erg op. Hij belde namelijk met Aniek. Hij was degene die contact had met Aniek. En zei uiteindelijk maar tegen Jurre dat hij de envelop moest openen, wat natuurlijk heel nadelig was. Ik zelf vind alleen het verdrag van Soy in de afleveringen de laatste tijd te doorzichtig in de montage zitten. Daarom streep ik hem ook bij voorbaat af als mol. Het is een lastige keuze om te maken, maar toch streep ik Soy af als mol. En Jurre is juist hierdoor best wel
hoger geraakt bij mij. Op Instagram vertel ik je de dagelijkse hints en theorieën uit de aflevering. Neem hier vooral ook een kijkje om meer hints en theorie te weten. Dan de derde opdracht, oftewel de eliminatie. Ik kreeg hele heftige brain errors bij het kijken naar deze opdracht, want ik snapte er in eerste instantie helemaal niks van. Na deze opdracht vind ik Soy of Nabil best wel verdacht. Aangezien zij natuurlijk in de volgende opdracht een grote sleutelpositie gaan hebben. Of ze gaan iets met het geld doen waardoor er geld uit de pot kan gaan. Maar Daniel is hierin ook een beetje verdacht. Hij heeft namelijk ineens zonder reden de koffer met 2000 euro. En zoals we weten had Anke in deze opdracht enigszins het voor het zeggen. En als mol wil je in deze opdracht juist een zo laag mogelijk bedrag. Of natuurlijk een van de hoogste, zodat je in een sleutelpositie belandt in de volgende aflevering. Het kan dus zijn dat Daniel, de potentieel mol, en het is ook mijn mol, een discussie heeft gehad met Anke over het bedrag dat hij zou krijgen. En dat Anke uiteindelijk toch maar gewoon haar eigen keuze heeft gemaakt, dus misschien wel heeft gewonnen met de discussie, en hem toch maar 2000 euro heeft toegeëigend. Niet de hoogste en niet de minste. Dan benoem ik ook nog eventjes dat Anke eigenlijk zelf hier ook nog wel enigszins verdacht in kan zijn. Zij zou hierin ook best wel een goede mol kunnen zijn. Ze geeft zichzelf namelijk maar 750 euro. Dat is een van de lage bedragen. En daardoor krijgen de andere personen krijgen hogere bedragen, waardoor die misschien afvallen als ze de afvaller zijn. Het is allemaal heel erg ingewikkeld deze opdracht, maar ja. Ik denk dat het ongeveer zo is gegaan. Maar Tim, wat wil jij zelf hier als mol? Als ik de mol zou zijn, zou ik in deze opdracht vooral niet opvallen, dus ergens in een middenbedrag pakken. Of juist een heel groot bedrag, zodat je die in de volgende aflevering misschien kan wegspelen. Of je weet als mol zijnde dat er, doordat er twee kandidaten een hoog bedrag hebben, dat er hierdoor sowieso geld uit de pot gaat gespeeld worden in de volgende aflevering. Dan hoef je zelf helemaal niks te doen, maar toch kan je zelf fanatiek blijven als kandidaat. Nou ja, als kandidaat tussen haakjes. Dan nog een laatste theorie over de eliminatie. Aniek zit in de biecht aan het begin van de aflevering een beetje te polsen op Daniel. En ze is natuurlijk afgevallen door vol op één iemand te zitten. Maar meer verdieping in de test en eliminaties ga ik bespreken in de volgende video. En daarin gaat best wel wat werk zitten, want ik ga alle testen van de afgelopen 4 afleveringen vergelijken. En daar zit dus nog even geduld in. Tot slot, om deze video af te sluiten, een theorie over de volgende afvaller. In de Wie is de Mol podcast wordt er namelijk elke week nagepraat met 2 kandidaten van dit seizoen. In aflevering 1 werd er nagepraat met Anke en afvaller Sarah. In aflevering 2 met Soy en afvaller Vrouwtje. In aflevering 3 met Ranomi en afvaller Sander. En in aflevering 4 met Daniel en afvaller Aniek. Er lijkt hier een soort van patroon in te zitten. Ik denk zelf dat dus volgende week, in aflevering 5, de overgebleven 2 kandidaten komen napraten. En dit zijn dus Jurre en Nabil. Is dit een theorie dat of Jurre of Nabil in aflevering 5 gaat afvallen? Want je ziet dat in de afgelopen afleveringen in de podcast ook de afvaller van die aflevering gaat napraten met een random andere kandidaat die nog niet is afgevallen. Ik schat de kans zelf heel erg hoog in dat dus Jurre of Nabil in de volgende aflevering gaat afvallen. En dat is best wel een heftige, want Nabil en Jurre zijn beide best wel molachtig. Dus als Nabil gaat afvallen, dan hebben we misschien ook wel een probleempje. Maar als Jurre gaat afvallen, natuurlijk ook. Het zijn 2 hele goede potentiële mollen. En ik ben blij als een van deze 2 gaat afvallen, want dan kan ik gewoon een molletje wegstrepen. Goed, bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer snel mocht je dit nog niet gedaan hebben om op de hoogte te blijven van alle wekelijkse Wie is de Mol hints en theorieën, maar ook de recap video's. En dan zie ik je natuurlijk de volgende keer weer. Laters!